Goedemorgen, goedemiddag. Het is middag, denk ik, ja. Ik ben hier samen met Ivy. En Ivy en ik gaan rijden. Gisteren heeft Mara lang en laag gereden, dus ik ben benieuwd. En vandaag ga ik dingen die ik heb geleerd bij Bastiaan, ga ik proberen toe te passen op Ivy. En ook de dingen die ik bij Astrid had geleerd, want die heb ik volgens mij nog niet kunnen toepassen. Dus ik ga in één keer alles zo, hoppatee. Alsjeblieft Ivy, hier weer informatie. Vandaag is het nieuwe ho. Dus ligt de Ivy. Vandaag is voor het eerst Alice mee. Alice die heeft nooit zoveel met stal, maar ik weet niet wat ze vandaag heeft, maar ze is een soort hyper. Ze heeft net Ivy gelikt. Ivy dacht ook van, wow, wat is dit? Ja, Alice. Dus ik ga maar even riden en goed zitten, want dit zit wel lekker, maar is niet de bedoeling. Ivy, geen planten eten, stout. Op Ivy. Wat logisch. En ik moet even vertellen hoe het ging. Het ging best wel heel erg goed. Nee, het ging eigenlijk helemaal niet zo goed. Laat me even uitpraten. Oké. Het ging best wel erg goed, want ik heb weer aan sommige dingen kunnen werken zonder dat ze volledig in paniek raakten. Dus heb ik wat dingetjes, niet alles, vrij weinig, maar heb ik wat dingen kunnen toepassen op Ivy, wat ik heb geleerd bij Bas en bij Astrid. Toen dacht ze van, wat is dit? Even serieus. We gingen toch aan ontspanning werken. Dit is geen ontspanning, dit is werken. Nou, dan moest ik even uitleggen dat we ook dingen gingen doen. Dat vond ze niet zo leuk, dus dat ging wat minder. Maar uiteindelijk wou ze wel een soort van luisteren. Ik heb al een keer geprobeerd bij Verona om erop te springen. Dat lukte me niet, want paard is hoog, Blondie is laag. Dus we hebben een andere way. Kom maar mee, Ivy. Ja, misschien wordt het wel een leuke reel. Ivy, jou daarmee op. Ah, je zit wel. En ben ook niet aan de andere kant eraf gevallen, dus... 1-0 voor Tessa. Oh. We gaan vallen. Hé, joh, je gaat niet vallen. Nou, nog galop. Galop. Ja, het is dan net jammer dat hij aan de achterkant een beetje afzakt. Nou, Tess, hoe was het van de week? Ja, goed. Weer aan dingen gewerkt, zoals wijken en ook stukjes schouderbinnenwaarts. Ja. Was best wel gek om schouderbinnenwaarts te doen, maar wel leuk. En ja, ook wel grappig om dat te voelen, hoe ik echt controle over de benen kon krijgen. Ja, goed zo. Goed zo. En ook over... Ga ik weer. Over dat ik met stappen, dat ze eigenlijk al over het spoor van het voorbeen gaat. Ja? En dat ik eigenlijk met arbeidsstappen een heel stuk langzamer moet stappen. Omdat we dan met de middenstap niet harder kunnen, zeg maar. Ja, precies. Ja, ja. Het is dan natuurlijk wel zo. We hebben natuurlijk het paard... weet je, als hij niet in het spoor zou stappen, dan worden we niet zo gelukkig van. Dus bij haar kan dat wel. Kijk, omdat zij een grote stap van zichzelf heeft... Kan zij dat? Maar heb je een paard die een minder goede stap heeft, dan kan het niet, zeg maar. Dus omdat zij die overstap goed heeft, kun je bij haar daar wat meer naar een verzameling toe. Goed zo. Je moet juist uitleggen dat je de eerste naar getraind heeft, dat je goede stap hebt. Nee, een paard heeft een goede stap of niet? Is dat zo? Ja, een stap en galop verander je niks aan. Okay. Een draf van een paard kun je maken, maar stap en galop... Dus als je een paard gaat kopen, dan is het belangrijk dat een paard een goede stap en een goede galop heeft. En de draf die komt wel. Maar als een paard een slechte stap en een slechte galop heeft, dan ga je dat haast niet verbeteren. Hoe kan het eigenlijk dat je stap en galop wel, dat die uit zichzelf gaan, dat je draf kan veranderen? Dat weet ik dan niet zo goed. Maar kijk, met draf kun je natuurlijk naar een verzamelde draf, een passage. En dan kan je ze daaruit meer laten draven. Dat is net als bijvoorbeeld Safiro. Die kan ik zo laten draven, maar die kan ik ook zo laten draven.
In de stap kan dat niet, want dan gaat die Spaanse pas stappen. Dus de draf die heeft meer versnellingen. En de stap heeft arbeidsmidden- en uitgestrekte stap. Maar en dat heeft de galop ook. Maar de draf heeft ook nog de piaf, de passage, de uitgestrekte draf, de middendraf, de verzamelde draf. Dus je hebt veel meer versnellingen in de draf. Dus op het moment dat je een paard met een minder goede draf heeft en je bent in staat om een beetje richting passage te kunnen oefenen, dan kan je eigenlijk een paard zijn draf maken. Dan wordt dat altijd beter. Maar in stap en galop gaat dat niet. Nou. Ik had gisteren met haar aan de hand gewerkt. Ik merkte wel dat het wijken en zo echt beter gaat. Want ik had het vorige week was je bij Astrid, dus de week ervoor had ik het ook gedaan. En toen merkte ik echt dat ze dacht, wat opzij, doe je de groeten. En ik merkte wel dat ze dat gisteren echt makkelijker deed. Ja, nou ja, ik heb er met Astrid en met Bas aan gewerkt. Ja. Dus misschien dat daardoor ook... Ja, nou, maar ook met Bas, dat stukje schouder binnen, dat helpt heel erg om ze nog bewuster die achterhand naar buiten te zetten. En volgens mij bij Astrid heb je het langs de wand gedaan, of niet? Beide. Nou, geen schouder binnenwaarts, maar... Nee, maar dan heb je naar buiten. Dus de neus naar buiten, naar de kont naar binnen geduwd, ja. Of niet? Ja. Nou, dat zijn natuurlijk eigenlijk dingetjes dat je ze gewoon nog meer achterover laat stappen. Dus dat betekent wel dat ze daar ook echt weer leniger door is geworden. Eigenlijk bij Bas doe je schouder binnen en bij Astrid heb je schouder buiten gedaan. Maar uiteindelijk in het lijf is het hetzelfde. Goed zo. Nou, ga zo lekker draven. Opletten dat je hand niet te laag gaat. Goed zo. Maar zorg wel dat je die verbinding daar gelijk maakt, hè? Zo, ja. En als je vraagt, dat mag, maar laat het dan daarna niet helemaal losvallen, hè? En als je een keer je stelling door wil vragen, blijf daar dan ook echt even in de stelling vragen totdat je voelt dat ze daar wat loslaat, hè? Zo, ja. Dat moest je van Bas ook doen, denk ik, hè? Met... In de stelling, een beetje doorvragen. Ja. Ja. Dus let op dat het dan niet vragen is en weer helemaal los, maar dat je dat dan gewoon even aan blijft vragen. Goed zo. Daar. En ga dan weer wat met die volte doen, hè? Als je merkt dat ze niet daar snel reageert. Zo, ga weer wat met die volte spelen. Volte naar binnen wijken, volte naar buiten wijken. Goed zo. Maak jezelf lang. Goed, goed. Hier, daar is hij weer. Goed zo. Heel goed, kijk waar je heen wil, hè? Dus niet jezelf op haar hoofd focussen. Zo. Daar. En met die volte blijven veranderen, hè? Dat je niet te veel op de volte hetzelfde blijft doen. Zo, stuur die volte een keertje kleiner in. Wijk hem weer wat naar buiten. Daar. Geef haar lichaam opdrachten dat ze daaruit losser wordt. Goed zo, dat is heel mooi. Zo, blijf rijden. Blijf voelen wat je doet. Heb je gelijke druk? Zo, als je met rechts komt met je been, doet ze dan de buik naar buiten. Kom je met je buitenbeen, gaat dan die buik naar binnen. Zo, ja, daar. Heel goed. En zo hals strekken. Goed zo. En zak. En blijf rijden. En zelfs in dit stukje wil jij nog steeds hetzelfde. Zo, ja. Goed zo. Lekker uitstappen, hoor. Zo. Goed zo. Dus je moet goed opletten met dat stukje stelling vragen. Dat je hem niet heel de tijd zo houdt. Je mag best, als jij daar rijdt, recht is je basis en je doel waar je elke dag mee bezig bent. En jij mag daar, als recht niet lukt, mag jij best een beetje kijken. Oh, helpt dat masker? Is hij aan links los? Is hij aan rechts los? Maar steeds weer kijken of je dat ook weer recht kan maken. Dat je niet een half uur lang op de volte zo rijdt en denkt, nou ja, het wordt niet beter. Dat je daar wel in blijft wisselen. Dat je dus, het kan zomaar zijn, als een paard niet genoeg loslaat aan links, dat komt omdat hij eigenlijk eerst een beetje naar geeflijke moet aan rechts. Dat hij dan dus een beetje zo loopt en op het moment dat je hem dus iets laat zakken aan rechts, dat hij dan weer makkelijker kan buigen. Maar ga daarnaar op zoek. Dus blijf niet op de volte wachten tot hij los gaat laten, maar ga daarnaar op zoek. Ga die volte klein maken, uitwijken, van hand veranderen, dat je onderweg lekker... Of in ieder geval lekker, maar dat je niet te veel je blind staart op haar hoofd en denkt die binnenteugel moet los. Maar dat je daar wel aan er blijft rijden. En blijft variëren. Dat is hetzelfde in de sportschool, sta jij ook niet alleen maar zo te doen. Toch? Nee. Vast dat ik daar een hele gespierde rechterbeel van krijg of zo. Maar daar krijg ik niet een fat girl lijf van. Nee. Dat is voor haar hetzelfde, hè? Goed zo, lekker uitstappen zo. Ik rij sinds kort met een muziekje, omdat ik dan...
wat meer kan. Nou ja, dat is op Ivy zo. Als ik les heb, dan doe ik dat niet. En dat is soms wel muziek in de bak. Maar dan kan ik me concentreren op die muziek. En ik heb puberbrein, ja. Misschien herken je het wel. Misschien ben je mijn leeftijd. Misschien ben je iets ouder. Misschien ben je iets jonger. Mama said it was okay. Mama said it was quite alright. Sorry. Maar daarin kan ik dus een beetje... Ik krijg dan heel veel gevoelens omhoog. Boosheid, verdriet, geïrriteerd. Allemaal van dat soort dingen. En dat kan ik een soort kwijt. En dan als ik dat heb, ga ik gewoon stappen. Muziek luisteren. Meezingen als het helemaal slecht is. En dan kan ik me weer een soort ophelderen van... Het is een paard. Zonder bespiering, waar je voor de 10e keer op zit of zo. Dus je mag niet zeuren, je bent 13 en je doet hartstikke goed. En je vraagt heel veel van ander. Nou ja, die realisatie, die duurt dus wel even. En dat vind ik heel lastig, want ik wil het liefst gewoon... Ik wil het liefst gewoon dat alles in één keer goed gaat. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet. Dus ja, dat is wel lastig. Op was weer Speedy Gonzalicione. Waar ga je allemaal heen? En ja, dus ik mag geen meer zeggen. Dus dat was wat minder. Ik dacht, nou weet je, ik ga in voltertjes. Nou, werkte niet. Ik weet niet wat ze vandaag had. Maar het was niet heel positief. Dus heb ik eerst overgangetjes van stap naar draf gedaan. Nou ja, dat ging wel oké. Okay. Toen dacht ik, nou weet je, ik blijf ondertussen doorzitten. Want dat is makkelijker met overgangen. Toen kreeg ze een error in haar hoofd. Zijn schouder binnenwaarts, appiëren. Weet ik veel wat ze allemaal heeft gedaan. Wel heel goed van haar. Dus ik kan er natuurlijk ook niet... want ik weet niet hoe Mara het haar heeft aangeleerd. Dus ik kan er ook niet straffen daarvoor. Dus ik doe dan rustig terugnemen. En dan niet helemaal van... Hurr. Nou, dat doe ik sowieso niet. Maar helemaal zeggen van... Ivy, niet doen. Want ik weet natuurlijk niet hoe ze dat heeft aangeleerd. Dus ik keur dat niet fout, zeg maar. Maar het is ook niet dat ik er heel blij van word. Draf ging wel oké. Okay, want als ik dan had gegalopeerd en ik had dan iets veel druk genomen op de teugels, dan in draf luisteren ze echt perfect. Stap is geweldig. Echt waar. Ik weet niet wat dat is, maar in stap heb ik zoveel meer controle. Of kan ik mijn hoofd rustiger houden of weet ik veel meer nadenktijd. Want dan kan ik gewoon rustig aan mijn buitenteugel binnenbeen eraan. Nou ja, dat is op de linkerkant dan. Want Ivy die valt door haar linkerschouder heen. Nou ja, ze valt naar een kant toe. En dan probeer ik daarvan het been aan te houden. Dat ik aan de buitenteugel dan contact kan maken. En dan aan de binnenteugel het los kan houden. Maar dat is dus heel lastig als je in draf of galop bent. Want het is paard en groot en weet ik veel wat. Dus heel lastig. En op Blondie is dat gewoon heel stuk, Ivy, heel stuk makkelijker. Omdat ik dan daar natuurlijk 2 jaar lang alleen maar les heb gehad. En met Ivy heb ik nu 1 keer les gehad. Niet heel tevreden over, maar dat maakt voor de rest niet uit. Maar daar, hoe heet dat? Daardoor, ja, ik heb echt de neiging van, ik wil bij Astrid lessen met Ivy voor meer lossigheid. Ik wil bij Bas lessen voor meer controle. Ik wil bij Daan lessen voor alles. En ik vind het zo lastig dat ik dat hier niet kan. Want ik heb natuurlijk een heel team achter me. En of ik wil bij Bianca lessen voor springen. Maar ik vind dat zo... Want hier kan dat niet. Dus ik moet hier echt op mezelf vertrouwen. Het is wel heel goed voor mezelf. Dat ik ook alles wat ik leer in Ivy kan stoppen. Zo. Want met Blondie raak ik altijd een soort in paniek als Daan niet binnen nu een half uur komt. Dan daarna heb ik geen idee meer wat ik moet doen. Want Daan is er meestal om te helpen. Op wedstrijden lukt het me wel. Want dan heb ik stress. Dus dan denk ik van oh ik ga dit en dat en zus en zo doen. Maar ja... Dus ik... Mama gaat me uitlachen. Niet me uitlachen. Maar in Ivy heb ik dus nog nooit les gehad van Daan of van iemand. Dus nou ja, wel van... Maar nou ja, wel van iemand, maar niet heel veel aan gehad. Maar dat is dus, ja, vaag. Want ik wil een soort oefeningen hebben dat ik weet wat ik moet doen. En dat weet ik niet, zeg maar, als ik geen les heb gehad.